Wat wil je zeggen? Zeg het. Nou, mijn vriendin... Die doet heel graag lunchen met gin. Ja, dat vindt ze heel lekker. Breda Nu. Je weet het meteen. Nog één keer zomers genieten tijdens het allereerste Gin en Bier Festival van Breda. In Strand Binnen konden de meest bijzondere gins en speciaal bieren geproefd worden. En werden de magen gevuld met eten van diverse foodtrucks. Nou mannen, wat wordt het vanavond? Gin of speciaal bier? Gin. Gin dus. Ja, hoezo niet? Nou ja, dat wil je niet op tv horen. En wat ben je hier aan het doen? Wij zijn uitgenodigd door Charlotte, een vriendin van ons, die werkt hier. Ja? Wat doet ze dan? Die werkt hier als manager, wat ik ervan heb begrepen vandaag. Dus die stuurt hier de mensen aan. En is het... Ja, tuurlijk. Maar is het een beetje leuk hier? Ja, heel gezellig. Ja, zij zitten mij keihard uit te lachen. Waarom? Ja, omdat ik hier nou sta. En waarom is dit festival nou zo geweldig? Nou, omdat er heel veel verschillende gins te krijgen zijn. Hele onbekende gins. Ik kan goed kennis maken met allerlei soorten gins. En ook met bierleveranciers. Ik heb nog nooit zoveel leuke nieuwe biertjes gezien. Maar ik heb ze nog niet geproefd, dus dat ga ik vanavond nog wel doen, hoop ik. Hey, wat is nou het meest speciaal aan dit festival voor jou? Ja, dat ga ik nog ontdekken, denk ik. Heb je nog niks geproefd? Want je staat hier wel met twee lege glazen. Ik weet alleen niet wat ik heb geproefd. Het was wel lekker. Het was denk ik... Nee, ik weet niet. Niks in het. Was het gin of bier? Of weet je dat ook niet? Bier. Dat was een heel lekker, fruitig biertje. Maar zijn deze twee glazen alleen voor jou dan? Nee. Dat gaat iets te ver, hè? Voor mij... Nou ja, het kan toch? Het zou kunnen, maar nee. Maar drinken jullie zelf een leuk avond of zit dat er echt niet in? Als wij in dienst zijn, dan wordt er geen alcohol gedronken door ons. Vind je het niet jammer stiekem? Nee. Wat wil je zeggen? Zeg het. Nou, mijn vriendin... Die doet heel graag lunchen met gin. Ja, dat vindt ze heel lekker. Hey mannen, jullie zijn van de crew, goed bezig. Zeker. Hebben jullie al veel leuke vrouwen gespot? Hij wel. Ja, ik wel. Ik wel. Heb je er iets aan overgehouden? Nee, nog niks. Nog niks, nog steeds leeg van binnen. Waar gaat het mis? Ja, bij het begin denk ik. Ga ik niet op antwoorden. Zo, heb jij... wat gaat er bij jou mis dan? Nee, je mag de beste band worden. Mag? Hij kijkt niet naar vrouwen. Nee, ik kijk niet naar vrouwen, nee. Ja, en wat ik wel moest vragen, dat hoorde ik net van iemand achter de camera. Maar vind jij dit een leuke jongen achter de bar? Ja, ik vind het een hele leuke jongen, maar daar staat mijn vriend. Breda Nu. Je weet het meteen.